Jan Paalman, welkom. U deed als rechercheur van het tolteam onderzoek naar de vuurwerkramp. U was van meet af aan eigenlijk overtuigd dat de overheid daar dingen in de doofpot wilde stoppen. Die woorden van Paul van Buitenen moeten u als muziek in de oren klinken. Ja, dat klopt. Ik ben er ook blij mee dat dit nu zo... naar buiten komt. Ja, maar hij beschuldigt TNO, dat is wel een gerenommeerd onderzoeksinstituut. Jawel, maar de feiten zijn er ook naar. Ik bedoel, als je aan de feiten houdt, kun je het niet verkeerd doen. We zijn toch voor waarheidsvinding? De politie is toch voor waarheidsvinding? Kan Paul van Buitenen bewijzen dat TNO fraude heeft gepleegd? Ja, 2001 wordt op een gegeven moment door TNO en de vier technische recherche worden beide directeuren veroordeeld tot en met een gerechtshof toe. Dat er te veel en te zwaar vuurwerk lag. Dat wordt heel zwaar aangeregen door het Hof, want TNO heeft dat gezegd. En tegelijkertijd vragen ze subsidie aan in Brussel, omdat ze niet weten hoe zo'n grote explosie veroorzaakt is. U vindt dat niet verenigbaar? Nee, dat is niet verenigbaar. Nee. Er zijn wel twee directeuren nog veroordeeld. Paul van Buitenen zegt ook, min of meer, zo vertaal ik het even, dienst brood men eet, dienst woord men spreekt. Opdrachtgever was de overheid, dus TNO. Ze gooien ze wel hun eigen reputatie te grabbel, toch? Ja, maar ja, wat dan de reden is. Kijk, eigenlijk moest dit nooit openbaar komen. Eigenlijk vind ik het gewoon erg om hier te staan. Als politieman hoor je het niet. Dan moet je dat intern allemaal kunnen oplossen. Met elkaar in een dialoog gaan en dan de waarheid zoeken. Maar dat is nou juist het probleem, de dialoog. Want u hebt eerder uw oud-tolteamgenoten beschuldigd van tunnelvisie. Nu zegt u, overheid deugt niet, van meet af aan heeft u gezegd. U zegt TNO, samen met Paul van Buitenen, deugt niet. Leidt u zelf ook niet aan tunnelvisie? Nou, dat is nu juist ook de grote vraag. Het is zo ongelooflijk. Als je mij dit voor 20 jaar terug had gezegd, had ik ook gezegd, ah, dat kan niet. Maar we hebben de feiten, die liggen er niet om. En wat eigenlijk de kern van het hele verhaal is, Paul van Buitenen heeft in 2014 de beschikking gekregen over verklaringen van rechtsrecherche en verklaringen van interne zaken. En daaruit blijkt, interne zaken zegt, de rechterlijke macht is opzettelijk misleid, zijn strafbare feiten gepleegd. Rechtsrecherche zegt, nee joh, niks aan de hand, alles is prima gegaan. Zegt, maar niemand mag die stukken lezen. U zegt, we hebben hier met nieuw materiaal nieuwe feiten te maken. Juist, okay, dat zijn feiten. Hoe groot schat u de kansen van een Rudy Bakker in dat zo'n herzieningsverzoek, dus opnieuw een verzoek tot heropening, dat die kans daar maakt? 3 keer toe is het afgewezen. Ja, maar waar de hoofdzaak was waarom het afgewezen was, dat werd op een gegeven moment gewoon gezegd, rechercheur heeft alles onderzocht, er is niks aan de hand. Maar niemand mag die stukken lezen. En nu hebben we die stukken gelezen. Ik heb met tranen in de ogen zitten lezen, waar rechercheur gefabriceerd heeft. Die hebben een flutonderzoek gedaan. En ondertussen loopt de minister Donner, rechercheur heeft alles onderzocht, er is niks aan de hand. OPG Brouwer, die zegt, wat Paalman vertelt is allemaal onzin. Wij hebben de rechercheur, die heeft alles onderzocht. Dat doet me pijn. Doet u pijn? Pijn zit er ook, denk ik, bij mensen die de nabestaanden van de vuurwerkramp zijn. Er zijn ook op mensen die zeggen, hou toch op met al die complottheorieën. Begrijp ik. Verder. Begrijp ik. Heel goed. Maar vergeet één ding niet. Als je zo'n traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, dan kun je die verwerken. Maar dan moet je wel weten wat er gebeurd is. Wat is uw doel? Wat is uw doel? Wat wilt u hiermee bereiken? Dat de waarheid boven water komt. Dat ook de nabestaanden zeg maar, aan verwerken toe kunnen komen. Want als je niet weet wat er gebeurd is, hoe moet je dan iets verwerken? En eigenlijk, en daar zit Paul zit er ook zo over te denken, zou het mooi zijn als er een parlementaire ondervraging komt. Dus onder ede naar Den Haag en dan vertellen... U wilt een parlementaire enquête? Ja, enquête is iets zwaarder, maar in elk geval een parlementair onderzoek. Ja. Wat moet het opleveren? Nou, dat het oplevert wat er aan de hand is geweest. En dat je ook duidelijk kunt zien dat hier... moeten we eigenlijk een heel klein stukje teruggaan. In het begin van het onderzoek, 16 mei, kwam er al een brief van Klaas de Vries, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. En die zei, het Openbaar Ministerie heeft een gerechtelijk vooronderzoek geopend op de twee directeuren en de onbekende brandstichter. Ja. Niemand van het hele team dacht aan een brandstichter. We dachten allemaal zijn medewerkers. Van meet af aan is er een pad ingeslagen, u zegt, en op dat pad gebleven. Nu precies. Is er niet vanaf willen wijken, ja. En er werd ook verteld door de leider van het onderzoek. Die zei, de regie werd bepaald door een college van PG's en Politiek Den Haag. Ja. Hoeveel kans, hoezeer denkt u dat uw pad het juiste is? 100%. We zullen daar nog meer van horen. Dank u wel. Oké, graag gedaan.